Aegon is toch een verzekeraar? Die schijnen ook te kunnen beleggen. Nou, Aegon kan ook beleggen. Ik bedoel, de beleggingsfondsen zijn van goede kwaliteit en de kosten zijn niet al te hoog. Ja, en daarmee winnen ze ook ieder jaar, of bijna ieder jaar, weer een aantal prijzen. Winnaar is Aegon Rente. De winnaar is Aegon. Wat heeft een belegger aan de wetenschap dat Aegon een Morningstar Award heeft gewonnen? Het brengt onze naam over waar het misschien nog niet zo was. Het is een erkenning van hoe goed we eigenlijk zijn. En het is geen beauty contest. Het is duidelijk een prijs voor prestaties. Ja, we kijken naar rendement en risico over diverse perioden. 1, 3 en 5 jaar. Dus een beleggingsfonds dat wint, ja, dat moet op al die perioden goed scoren. Zowel qua risico als qua rendement. Daarmee beginnen we. Vervolgens kijken we ook van, ja, is dit een beleggingsfonds wat we die prijs gunnen? Is er niets vreemds mee aan de hand? Is dit fonds ook verkrijgbaar in Nederland? Als je dan kijkt naar de awards die we vanavond uitdelen, dan zie je dat heel veel beleggingsfondsen die in het verleden al eens genomineerd zijn of zelfs gewonnen hebben, dat die ook dit jaar weer terugkomen. Dus dat geeft aan dat er een bepaalde consistentie in de prestatie zit. En daarmee zijn we heel blij. De afgelopen jaren zijn heel goed geweest voor onze fondsen. En het is mooi dat we beter zijn dan de rest. Aegon! Kan ik niet missen. Nou, van harte gefeliciteerd. Toch een nieuw gezicht. Hoeveel mensen zitten er nu nog aan tafel die misgrijpen vanavond? Ik denk dat dit wel de laatste is, maar we zijn natuurlijk bijzonder verguld, net als alle andere partijen met deze prijs. Het is toch een stukje erkenning. Geen verwatering dat u er 3 mee naar huis neemt? Dit is de 4e, dacht ik. Hè? Vanavond ook al? Het Aegon Rentefonds. Oh ja, verdraaid. Ja. Oh. Ja, ik ben de tel kwijt. Aegon weet zijn fondsen degelijk te beheren. Heeft een beperkt productaanbod, maakt geen rare sprongen en, dat vinden wij bij Morningstar heel belangrijk, de expense ratio's zijn niet te hoog. Dat maakt Aegon dit jaar tot het beste fondshuis alle assetcategorieën. En ik wil u daarmee van harte feliciteren. Wilt u reageren op een uitzending van Aegon Beleggings TV? E-mail uw opmerking of vraag naar beleggen@aegon.nl.